Hoi, welkom allemaal. Dit is de eerste Beat Challenge van Tom en Tom. Dat is van mezelf, ik ben Tom Drijver. En van Tom Walbeek, die deze presentatie geweldig in elkaar heeft gezet. En ook het eerste probleem heeft verzonnen. Laten we meteen eens eventjes gaan kijken naar wat de vraag ook alweer was. Dit was de vraag. Je hebt 13 punten, 4 ruiters, 4 schoppers, 2 harters en 3 klavers. Nou, ik heb het ook genoemd bieden in de uitpas. Nou, waarom bieden in de uitpas? Nou, bieden in de uitpas is echt iets anders dan het directe bod. Het directe bod noemt het volgbod. Dat is na 1 ruiter. Nou, laten we gewoon eens eventjes kijken van wat voor mogelijkheden er zijn. En dan komen we vanzelf op het antwoord. Dus het antwoord geef ik nu nog niet. Nou, even geduld hebben. Maar we gaan eerst eens eventjes kijken van wat is nou het verschil tussen bieden in de uitpas en bieden in de directe positie met het volgbod. Kijk, hier zitten we ineens in stoel 2, dus na het 1 ruiter volgbod. We hebben dezelfde hand, 13 punten. En laten we gewoon eens eventjes de opties langs gaan. De opties die we hebben, 1 schoppen. Nou, dat doe ik liever niet. Ik vind dat 1 schoppen volgbod moet minimaal een 5 kaart zijn. Dus dat gaat eigenlijk niet. Dublet. Nou, de voorwaarden van dublet zijn. Kort in de openingskleur. Niet echt, hè. Dit hebben we 4 kaart. En we kunnen alle andere kleuren aan. Nou, dat gaat niet. Als partner harter kiest, hebben we een probleem. Dus dat gaat niet. 1 sans en toe. Ja, je hebt wel een mooie sans en toeverdeling. Je hebt een ruiterdekking, maar 13 punten. Nee, 1 sans en toe is 15 tot 17. Bij sommige mensen zelfs 15 tot 18 of 16 tot 18 punten. Dus ruim niet, voldoen ruim niet aan de voorwaarden. Pas. Ja, het is even afwachten. Je partner komt ook nog aan de beurt. Hè? De bieding is nog niet klaar. Oost gaat nog bieden, dus misschien kom je later nog wel een keer aan de beurt om je kaart te omschrijven. En anders tegenspelen ook niet verkeerd, hè, met goede ruiters tegen. Dus dat betekent dat we even in de wachtkamer gaan zitten. Nou, hier kun je niet meer in de wachtkamer zitten, hè, want hier zit je in de uitpaspositie. Mocht je hier passen, is de bieding ook echt klaar. Maar hier zitten we dus even weer in de uitpaspositie. Dus het gaat 1 ruiten, pas, pas, en nu ben je aan de beurt. Sorry. Eens even kijken, 13 punten, dezelfde hand. We gaan weer gewoon de opties langs. En dit zijn de opties ook die veel mensen gegeven hebben. Dus zie je jouw optie hierbij staan die je gekozen hebt. En wordt die rood, dan is het niet onze keuze. Ik wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is natuurlijk. Het is ook een deels een mening en een afspraak. Maar hou er rekening mee dat de dingen die wij hier noemen en hier zeggen, dat is wel echt afgestemd met de methodes van de Nederlandse Bridgebond. Dus met start. Met bridge, met de methodes van Berry, van de 5 kaart hoog en bridge in een flits. Dus het zijn wel gangbare dingen die wij vertellen, die we ook echt wel adviseren aan de spelers. Nou, 1 schoppen. Kan, maar ik heb liever een 5 kaart. Waarom staat er een optie? Kijk, ik ben in de vierde hand iets minder streng. Dus dat betekent dat je wel eens iets andere dingen zou kunnen doen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld een noodbordje wil doen en je hebt geen ruiterdekking en je denkt ik wil toch wat laten horen. Zou het een keer kunnen, maar liever een 5 kaart schoppen. Deze hand bijvoorbeeld. Dit is een perfect bod. Ik heb de kaart eventjes veranderd om een 1 schoppen bod te doen in de uitpaspositie. Terug naar onze hand. Dublet. Nou, vind ik hetzelfde probleem. Je partner gaat harten bieden en dan zit je helemaal niet op te wachten, toch? Je wil geen harte contract spelen. Kijk, op het moment dat je deze kaart hebt, dubbelton ruiten, 4-4 en 3 kaart. Dit is een kaart waarmee je zeker dublet zegt. Pas. Nou ja, er is geen wachtkamer meer. Hè? Pas kan absoluut. Het is zeker een optie, maar ik vind het een beetje passief. Daar kom je naar de keuze van Tom en Tom. Dat is 1 sans toe. Ik heb 13 punten. Ik heb een ruitendekking. En de afspraak is, en dat is de afspraak die niet iedereen kent, maar dat is wel een goede afspraak om te maken met je partner, is 1 sans in de uitpaspositie. Er staat hier 11 tot 14. Je mag daar ook 12 tot 15 ongeveer van maken. Het is maar ongeveer wat je afspreekt, wat voor soort kaart je hebt. Maar dat is echt een goede afspraak om te spelen. Ik heb ook nog even een schema gemaakt. En het schema is even om het eigenlijk het totaalplaatje te bekijken. Dat je ook ziet, waarom is dat nou zo? Waarom is het nou handig om dit op deze manier te spelen? Nou, we hebben even een overzicht gemaakt van de uitpaspositie op één niveau.
En één keer op twee niveau. Als je zegt pas, heb je niks te melden. Je wilt down gaan spelen. Vaak heb je ook wat tegen de kleur van de tegenpartij. Hier is toch wel een klaver geopend en niet een ruiter, zie ik. Maar dan ga je gewoon tegenspelen. Eén ruiter, één hart, één schoppen. Een vijf kaart of meer. En de uitpaspositie geldt hier ongeveer hetzelfde als in de directe positie. Alleen soms kan die ietsje lichter zijn. Er zijn iets minder strenge eisen van de kleur en dergelijke. Maar de puntenrange is wel ongeveer hetzelfde. Eén sans toe, dat is een sansverdeling. Daar heb je dus echt een dekking in de kleur. De kleur die geopend wordt, heb je een dekking in. Dit is ongeveer je puntenrange. Als je dublet zegt, dan heb je dus kort in de openingskleur en je vraagt je partner iets te bieden. Daar hoef je niet per se 12 punten of meer voor te hebben. Maar het mag iets te zwakker zijn omdat het in de uitpas is. Maar het is ook zo, en dat is ook in de directe positie zo, dat dublet ook kan betekenen dat je te sterk bent voor een direct bot. Dus als we hier naartoe kijken, als je nou te sterk bent voor een ruit, een hart en schoppen, je hebt bijvoorbeeld 17 of 18 punten en een mooie kleur, een beetje eerst dublet, een beetje daarna die kleur. En als je een sansverdeling hebt, en je bent eigenlijk te sterk voor deze 12-15, dus stel je voor dat je 16 punten hebt en je hebt een sansverdeling, zeg je eerst dublet, maakt niet uit wat je partner dan biedt, dan bied je sansen toe. Dus een voorbeeld, een klaver, pas, pas, dublet, pas, laten we het voorbeeld nemen, één harte, pas, één sansen toe. Dan weet je partner, oh wacht even, er is eerst gedoubleerd en daarna sans geboden. Dus mijn partner was te sterk voor direct één sans, want daarover is onze afspraak dat het ongeveer 12 tot 14 is. Dus heeft hij eigenlijk een sansvolle bod wat hij ook in directe positie zou doen. De waarde van een sansopening dus gemiddeld een puntje of 16. Dus 15 tot 17, 15 tot 18 punten. En twee sansen toe. Ja, het bod van twee sansen toe heeft hier ook een speciale betekenis. En de speciale betekenis is dat het ongeveer 18, 19 punten is. 18, 19, 18, 20. In die range ben ik niet zo precies. Dit is om aan te geven dat je een sansen toeverdeling hebt en je bent heel erg sterk. Zien jullie dat alles eigenlijk een stapje opschuift? Want een sans bieding is 12 tot 14. Eerst dubleren is eigenlijk een sans opening. En twee sans bieden is 18 of 19. En dus dat schuift allemaal een stapje op naar aanleiding in vergelijking met de directe positie. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Mocht jullie nog vragen hebben, geef gewoon een seintje of stuur een berichtje. Ik, of Ton en ik, die willen dit op regelmatige basis gaan doen. Dus stuur even een mailtje naar info@drijverbridge.com. Dus info@drijverbridge.com. Op het moment dat je zegt, van, nou, ik vind het ook wel fijn om dat in mijn e-mail te krijgen. Dan krijg je een nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief, we verwachten en we hopen dat eigenlijk twee keer in de maand te kunnen doen, gaan we steeds een nieuwe vraag posten. Dus ik zou zeggen, we zien jullie reacties graag tegemoet. En als je verder nog opmerkingen hebt of tips voor ons, of je zegt nou, ik wil graag dat jullie volgende vraag hier en hier over gaat, stuur het gewoon naar mij door en dan gaan we zeker die rekening mee houden en dan komt jouw challenge misschien wel bij ons in beeld. Oké, helemaal goed. Ik wens jullie een fijne dag verder en tot de volgende challenge.